Kilometer na kilometer schuift de wereld voorbij. Langzaam gaat het berkenbos over in naaldbomen. Straks zullen er alleen nog maar kleine bosjes overblijven. Tot er niets meer groeit dan wat mos, diep weggestopt onder de sneeuw. Bijna 2.500 kilometer spoorrails ligt er tussen Moskou en Vorkuta. Een reis van de hoofdstad van Rusland schuin naar boven tot boven de Poolcirkel. We bezoeken de toendra's van het noorden. Daar leeft het volk van de Nensen. Vorkuta is omringd door uitgestrekte vlaktes die in de winter bedekt zijn met een dikke laag sneeuw en zelfs zomers een bevroren grond hebben. De toendra's. Kale of juist zeer bergachtige gebieden waar leven bijna onmogelijk is door het strenge klimaat. We gaan bij dit nomadenvolk op bezoek omdat 30 jaar geleden door Gods genade iemand van het Nensenvolk tot bekering kwam. En sindsdien zijn er velen die tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. Als we volgens planning om 12:39 aankomen in Vorkuta, moeten er nog meer dan een halve dag door de noordelijke uitlopers van het Oeralgebergte met de trein gereisd worden om op de toendra te komen waar we verwacht worden. Het is diep in de nacht als we uitstappen, midden op een open vlakte. Als de trein vertrekt is het stil en aardedonker. We worden opgehaald door Dorofee. In zijn tent, die Tjom genoemd wordt, krijgen we vriendelijk onderdak. Hij woont samen met zijn ouders in één Tjom. De brigade, een groep van Tjoms bij elkaar, is aan het begin van de winter hier neergestreken. Een strategische plek, vlakbij een treinstationnetje en een ondergronds riviertje. Om hier te kunnen overleven zijn twee dingen belangrijk. Een warme tjom en voedsel. In de tjom van Dorofee zijn jonge neefjes op bezoek. Ze zijn graag bij opa en oma. Vooral omdat daar nu een evangelist woont, die leuke dingen uit de stad mee heeft genomen. Nu kunnen ze rustig kleuren, zonder dat hun zusje hen daarbij stoort en de potloden afpakt. Er zijn op de toendra drie soorten evangelisten. Allereerst dienen een aantal Nensen als zielzorgers. Daarnaast zijn er jongeren die in de winter een aantal maanden onder de Nensen leven. Zij helpen Nensen in hun dagelijks werk en leren hen het praktische christelijke leven. Tot slot zijn er Russische evangelisten die er meestal in groepen op uittrekken om mensen te bereiken met het evangelie. In de loop van de dag komen steeds meer mensen bij elkaar. Graag willen ze met elkaar bijpraten, maar vooral het woord van God lezen en daarover horen. Het woord van God op de toendra. Leefden voorheen de Nensen in de duisternis van afgodendienst en in grote angst voor boze geesten en voorvaderen, nu komen ze in vrede bij elkaar en dienen God. De Heilige Geest maakte daarvoor plaats in harten. Bijeenkomen in de winter is gemakkelijk. De tjoms staan redelijk dicht bij elkaar, de verste brigade misschien 5 uur met de sneeuwscooter. Als er 's avonds een samenkomst wordt gehouden, wordt er gelezen, gezongen en veel gesproken. Het is warm, het duurt lang. Niet voor iedereen is dat eenvoudig. Господь, я прийде душ вам.
Господь не ответит уж вам. Любовь Господню искать все будут, как жаждущие ища. De winter is erg geschikt om huishoudelijke klusjes te doen. Terwijl moeder en dochter Nina nieuwe kleren naaien, snijdt vader Peter handmatig een beschermkap voor de naaimachine van zijn vrouw. De kinderen spelen een spel dat evangelist Arthur heeft meegenomen. Hij leert ze ondertussen spelenderwijs dingen over de Bijbel, over verliezen, over ruzies goedmaken en je uiterste best doen om te overwinnen. Op heel eenvoudige manier onderwijzen evangelisten Bijbelse waarheden. In de winter is er genoeg tijd om lasso's te vlechten. In de stille uren wordt de tijd gebruikt om te onderwijzen. Veel liederen en gedichten worden geleerd. Eindelijk is er ook rust om de Bijbel of geestelijke lectuur te lezen. In voorjaar en herfst is daar veel minder tijd voor, omdat de mensen dan nomadiseren. Dan zijn de nachten licht en komt van slapen en rusten vrijwel niet. Nu echter komt men op adem, zowel lichamelijk als geestelijk. Mensen leven van rendieren. In de zomer trekken ze dwars over de bergen naar de noordelijke zee, de Karazee. 'S Winters kunnen de rendieren langer op één plek weiden. Als verantwoordelijke en getrouwe herders trekken de mensen er bij goed weer op uit om hun kudde te inspecteren. Vandaag is het buitengewoon goed weer. We gaan kijken of de kleine groep sterke rendieren die straks de sledes moeten trekken nog in goede gezondheid zijn. Het mooie weer geeft gelegenheid om even de sneeuwscooter te repareren. Rendieren zijn bijzondere, maar kwetsbare kuddedieren. Ze schrapen de sneeuw los en vinden hun voedsel daaronder. De huiden dienen als kleding of worden aan elkaar genaaid als zwaar en goed isolerend tentdoek. Alles aan een rendier wordt effectief gebruikt. Teruggekomen is het de hoogste tijd om de avondmaaltijd voor te bereiden. Hongerige honden wachten op brokjes diepvriesvis die van het hakblok vallen. Er is op de tundra een eenvoudige en duidelijke verdeling van taken tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zorgen voor alles in de tjom, het opstoken van de kachel in de ochtend, het bereiden van de maaltijden, het maken van kleding. Mannen zorgen voor al het werk buiten. Zij treffen voorbereidingen voor de zomer, hakken hout en zorgen voor de aanlevering van voedsel. Vanavond eten we vis. Dertig jaar geleden begon God zijn werk van genade op de tundra door één van de mensen te bekeren. Hij bracht het evangelie verder de tundra in. Veel mensen kwamen tot geloof en al snel ontstond er een gemeente. In 30 jaar is er veel veranderd. Mensen kunnen inmiddels allerlei gereedschappen als aggregaten en kettingzagen uit de stad aanschaffen. Dat is ook een gevaar, want langzaam maar zeker verovert ook de wereld van smartphones de tundra. En daar gaat veel tijd aan verloren als God dat niet verhoedt. De tundra is niet veranderd, maar haar gevaren zijn wel talrijker geworden. Dat beseffen de mensen. Velen bidden of ze bewaard mogen worden bij de eenvoud van Gods woord.
Als het februari wordt, zijn de dagen wat langer en kunnen de voorbereidingen voor de zomer ook buiten beginnen. Mensen zijn buitengewoon handige ambachtslieden die vaak met de hand of soms met de kettingzaag alles maken wat nodig is om te overleven. Nieuwe palen voor de tjom worden gehakt en sledes in elkaar gezet. Bij een sterke, koude wind is het genoeglijker om binnen te blijven. Daar spreek ik met Dorofee. Ik ga naar een ander stoepje. Nou, чтобы не было, потому что если в одной стойбище постоянно будет собрание. Zondags komen we bij elkaar. We wonen ver bij elkaar vandaan en wisselen daarom altijd van plek. Elk station, waar meerdere tjoems bij elkaar staan, wordt op deze manier door gelovige mensen bezocht. Dat doen we ook om niet-gelovigen de gelegenheid te geven om in aanraking te komen met het woord van God. Toen ik 14 jaar oud was, ben ik tot bekering gekomen. Evangelisten kwamen langs in onze tjoem en vertelden ons over God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Ik kwam tot het diepe besef dat zonder God geen leven is, maar een eeuwige dood, die wij als zondaars ook verdienen. Er ontstond een groot verlangen om God toe te behoren. Ik beleed al mijn zonden in het openbaar en mocht uit genade vergeving ontvangen. Bekering betekent voor mij om zichzelf als zondaar voor God te kennen. Alleen door het bloed van Jezus Christus kan ik gered worden. Hij is mijn heiland, die voor mij persoonlijk moest sterven aan het kruis. God zij dank mag ik voor hem leven met vrede in mijn hart. In de praktijk word ik geroepen om mijzelf te heiligen voor God en mijn naaste lief te hebben als mijzelf. Dat is niet makkelijk. Maar ik heb God lief gekregen en wil hem van harte dienen. Mijn verlangen is om mijn eigen volk over God te vertellen en mensen een Bijbel te geven. Natuurlijk heb ik jammer genoeg niet altijd de moed om ook daadwerkelijk te evangeliseren. Vandaag is het zondag. Op deze dag komt de gemeente van God, die op de toendra is, zoveel als mogelijk bij elkaar om met elkaar God de lof te zingen en uit zijn woord te horen. We rijden lang, want de samenkomst wordt vandaag gehouden in de verste uithoek. Terwijl de kachel heet gestookt is om straks thee te kunnen zetten, worden er verschillende preken gehouden. Alle preken worden vertaald in de Nentse taal, zodat allen de boodschap van zonde en genade kunnen horen. Ingespannen luisteren jong en oud, mannen en vrouwen. Soms zijn er tussendoor spontane vragen, zeker bij de onderwerpen die moeilijk zijn. Allen gaan op de knieën in gebed. Gods naam wordt aangeroepen. Ook worden er nieuwe liederen aangeleerd. Разум сердце тебе подарит.
Na afloop van de lange samenkomst groet iedereen elkaar hartelijk. Mensen verdwijnen in de verschillende tjoems om daar de maaltijd te gebruiken en om verder te praten. Op deze dag komt wereldwijd Gods gemeente samen. Op heel verschillende wijzen en omstandigheden. Het is een groot wonder dat ook hier in deze tundra de blijde boodschap van Gods genade mag klinken. Niet alleen in deze tjoem zijn kinderen van God bij elkaar, maar op vele plekken, op de verschillende tundra's waar mensen wonen. Velen van hen zijn reeds bereikt met het evangelie en dienen God. Hem zij daarvoor de dank. Anderen moeten nog toegebracht worden. Bid daar alstublieft voor. Opdat er in Jezus Christus steeds weer nieuw leven ontstaat op de tundra's.